Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Boxster natuurlijk. En we gaan het vandaag hebben over afval, zwerfafval. Dus wat de mensen op straat gooien, wat de mensen in de lucht gooien. En dit allemaal naar aanleiding van een klein tweetje van Frans. Ja, precies. Hè? Over ballonnen. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Frans. Goedemorgen. Roel, ik ken jou heel goed, hè? Niet alleen blond. Nee. Oh, Roel, jij kan er zo niet onderuit. Ik denk dat het van jou is. Wacht even. Hey Ad, hoe zijn jullie begonnen met deze klus? Dat is eigenlijk een spontane opwelling uit ergernis natuurlijk. Want we wonen in een prachtige omgeving. Achterop de Dommel kijken we over het Piesje Brabantse landschap. En wat zag je? Ja, een hele hoop glas, vuil. Ja, het bekende zwerfvuil. En daar hadden we op een gegeven moment genoeg van. Toen hebben we een brief gemaakt, rondgestuurd in de buurt en gevraagd of daar mensen geïnteresseerd waren om er iets aan te doen. Ja. Wij zijn nu met 14, 15 man. En jullie beginnen altijd opgeruimd aan de klus? Of? Nou, wij vinden het altijd hartstikke gezellig. Ja. We krijgen eerst altijd een vooraankondiging. Jongens, let op, volgende week zaterdag gaan we actie voeren. Ja. Dan vrijdagavonds indeling, want we bestrijken zo langzamerhand een gebied van instrekkende kilometers, 14,5 kilometer. Ja. En dat begint hier op de Brederodeweg, over de Liemseweg, Larakkerweg, terug langs de Dommel. En onze taak is natuurlijk ook om de openbare ruimte schoon en heel en veilig te houden, maar ook vooral schoon en hebben ons handen meer als vol aan. Ja, maar jij delegeert, jij prikt zelf niet altijd? Of? Ik prik zelf te weinig. Ja, en wat doe je nou bijvoorbeeld met die hotspots, Peter? Dit is echt een hotspot, dat zie je. En in Oost hebben we daar helaas meestal voor de fietstunnel. En daar hebben we extra aandacht voor. Ja. Maar ja, daar kun je bijna gegeven op innemen. Ja. Dan moet je gewoon wekelijks één of twee keer ertoe. Dan ligt er echt ooit een paar van die vuilnisbakken vol. Hè? Één of twee keer per week naar hetzelfde plek? Jazeker. Ja, wij doen het anders. Natuurlijk, we hebben de taak om de bakken leeg te maken. En gewoon het graf vuil ook te verwijderen. Ja. Want je komt alles tegen. Ja, echt niet normaal. Dat je echt niet in de natuur hebben, hè? Nee, precies. Olie, hè? Het is chemisch afval. Brazen in Frans. Er staat zelfs de Europese bison op. Hier is zoiets, hè? Oh, de klonje. Wat is jullie leukste, activiteit die u gehad hebt, waar jullie zeggen, nou, daar zijn we nou trots op? Wij zijn trots op de tunnel waar nu de graffiti club zit. Want daar zijn wij op een gegeven moment zijn we daar aangekomen op verzoek van omwonenden. Ik moet daar eens gaan kijken, daar ligt een hoop. Zijn we naartoe gegaan. Toen hebben we 3 maanden over gedaan. Zo. Iedere zaterdag met een aanhangwagen. Om het te verwijderen. Dus de trappen, de zakken, de potten, de verf. Toen was het schoon en toen hebben we gezegd, nou moeten we zorgen. Dat het schoon blijft. Dat het gewoon blijft. Ja. En er zijn allerlei acties begonnen om daar, inderdaad, wat wij ook, we kenden dat niet, maar het schijnt kunst te zijn. En ik vind het zelf ook heel mooi. Zijn we daar begonnen om die graffiti mensen daar uit te nodigen. En daar is ontwikkeld het Street Art Center Bokstel. Oh. Over verf gesproken, ze komen vast wel dingen tegen die ze moeten laten liggen, of niet? Chemische... Gelukkig niet echt veel. Als het echt gevaarlijk afval is, dus drugsafval of zo. Als je dat heel duidelijk kunt begrijpen, dan is het natuurlijk eraf blijven de brandweer, de politie bellen. Dan moeten er echt professionele mensen aan de afkomen. Bij natuurmonumenten is dat ook hoor. Dat we dat zien, dan gaan we meteen... Het afval van die extra. Misschien als we wel zo sneller opruimen dan natuurlijk. Het mooie van het inzamelen van het afval, de altijd zijn kanaal te doen, is ook dat ze het zelf ook nog regelmatig wegbrengen naar de Milieustraat. Oké. Dan kunnen ze het wel natuurlijk gratis lossen. Maar ook zelfs daarvoor zijn ze nog wel te vinden, dat ze ook zelf het afvoer doen. Het afvoer,
een van de vele blikjes die we tegenkomen. Ja. Ik snap echt niet waarom hier geen statiegeld op staat. Maar ja, dat begrijp ik ook niet. Dat is nog steeds niet eens. In de buurlanden staat de statiegeld staat erop. Ja, en dit hier, deze dingetjes, ik knap er hier eentje bij. En zo'n filterpeukje, ja, dat is levensgevaarlijk voor dieren. Want die herkennen dat niet en vreten daar gewoon op. Ja. Dan krijgen ze nog een lading nicotine binnen ook nog eens een keer. Ja. En hoeveel jaar duurt het? Nou, dit gaat over 100 jaar nog niet weg zijn. Dat is echt ongelooflijk spul. Ja, ik las kauwgom, een stukje kauwgom, 20 jaar las ik. Ja, precies. Ja. Maar ja, dit is nog veel erger spul. Hè? Ja. Dan kunnen we eens even kijken wat we nou net in een minuutje tijd verzameld hebben. Ja. Ja, dit is het resultaat inderdaad van een paar minuten op een 10 vierkante meter even... Ja. Van een auto of zo? Ja, wat is het? Van een bank of zo, een kussensteun, of een auto. Of, een hoofdsteun. Maar is het dan misschien te duur om weg te gooien of zijn ze te lui om het weg te gooien? Ik denk het eerste. Of het laatste, te lui. Ja. Ja. Maar ik zie hier ook vuilnisbakken, ik zie er al twee vanuit hier. Texa. Ja. Dat is niet zo moeilijk. Nee, daarom, hier staan er echt op een 100 meter staan 5-6 afvalbakken. Ja. Die 2 tot 3 keer per week geledigd worden. Ja. De mensen zijn te lui om het erin te gooien. Ja. Je ziet het. Frans, zo'n blikje, dat is heel erg dat ze weggooien, maar dat is toch allemaal modern spul en zo, dat verteert toch? Ja, maar heel, heel langzaam. En dan gaat het eerst even roesten en dan breekt het open. Nou, je moet voorstellen, reeën hebben van die hele dunne pootjes, stampen die daarin. Ja, dan is het meteen bekeken met de ree, want dan is het zeg maar gewond en dan kan het niet meer vluchten. Dat zijn gewoon heel veel verschrikkelijke dingen. Dan heb je nog dit losse plastic, hè, die ballon bijvoorbeeld. Ja, dieren gaan het ook vreten. En dan zit hij dan tussenin, hè? Want je zag er straks ook wel, hebben het onder het gras uitgehaald. Ze nemen een hap en hebben plastic binnen en zitten in hun maag. Er zijn verschrikkelijk veel foto's op internet te zien hoe dat je ziet wat die beesten allemaal in hun maag hebben zitten. Ja, want nou, je toch over ballonnen had, dit is allemaal naar aanleiding van één simpel tweetje van jou, toch? Ja, ik zag dat zeg maar de VVD ballonnen omhoog liet gaan. En toen dacht ik, wat kan er nou toch? Iedereen weet dat dat toch niet meer moet en dat die ballonnen overal terechtkomen in de zee. Ja, maar het zijn recycle, of hoe noemen ze dat? Van gerecycled materiaal en milieuvriendelijke ballonnen. Nee, maar toch, die komen in kleine stukjes, vallen die op de grond, in eurostukjes vallen die op de grond. En dan is het helemaal al niet meer voor die beesten om te zien wat ze aan het eten zijn, want dan vreten ze meteen op. Oké, kijk. Ja, weer een blikje. Brodnikovny. Zepper, wat is daar de afkorting van? Ja, het is eigenlijk een zepper, dat is iemand die zit voor de tv en die zit een ding te doen. Maar wij noemen het zapper. Oh, zapper, sorry. Zapper, nee, dat maakt niet uit. Zapper is dus een zwerfafvalpakker. Oké. Ik zie ook veel mensen met een taakstraf, die moeten dan gaan zappen. Ja, die mensen met een taakstraf, die moeten dan dat soort werk ook doen. Maar we hebben dus, staat ook hout, Oostenrijk schoon in dit geval. Die boksenaren hadden ook weer al wat tekst op zitten. Want de eerste keer dat wij iemand naar buiten sturen met zo'n vestje, toen liep hij in een vrij chique buurt. En een buurman van hem, die kwam zo voorzichtig bij hem aan. Wat heb je gedaan? Nou, dat dacht ik, dat gaan we niet meer doen. We zullen gewoon tekst opzetten. Dus in jouw geval, je hebt ook niks misdaan? Ik heb niks misdaan. Ik ben, wat ze dan heet, ambassadeur van de Zappers van Oosterwijk. Oké, heel goed. Officieel beëdigd door de burgemeester. En nu in Boksel opruimen? En nu ben ik in Boksel opruimen. Nou, dus aan de slag zou ik zeggen. Ik ga ermee door, hoor, want er is zoveel rotzooi hier. Alleen dan heb ik dus één knijper, dus dan doe ik toch een ander erbij. Ik wijs wel aan wat ligt, Frans. Daar. Hey, we zijn vandaag bezig met zwerfafval. En nou bereik ik hier bij de Ocean Soul dat jullie ook iets doen met zwerfafval. Ja, wij proberen de stranden en rivieren van Kenia een beetje schoon te houden. Okay. Door 's werelds meest gebruikte schoeisel op te ruimen. En dat is? De teenslipper. Oh, oké. Okay. Ja, het is iets waar mensen over het algemeen niet zo snel aan denken. Maar dit is waar eigenlijk 3 miljard mensen wereldwijd op rondlopen. 3 miljard mensen wereldwijd? Ja, op teenslippers. Kijk, wij denken natuurlijk aan een teenslipper als iets in de vakantie. Ja, je gaat het strand op, je hebt een zomers gevoel. Ja. Maar voor de meeste mensen is dit de goedkoopst mogelijke schoen. Dus bittere noodzaak om een teenslipper te dragen. Echt een beetje de poor man's shoe. Het probleem is dat die landen waar dus die teenslippers worden gedragen, vaak geen goed afvalverwerkingssysteem hebben. Nee, precies. Dus waar belanden die uiteindelijk? Die belanden op de straat, op de hoop, die ergens. En met een beetje regenbouw, omdat ze veel licht zijn, gaan ze drijven. En komen ze uiteindelijk in de rivier terecht, in de zee terecht, op het strand terecht. Ja. Plastic soep in de oceanen. Ja. En wat doen jullie dan mee? Wat gaan jullie dan mee doen? Nou, ten eerste, wij zijn begonnen met ze zelf van de stranden af te gaan halen als Oostsol zijnde. Okay. En, maar dat was niet genoeg. Dus we kregen niet genoeg teenslippers bij elkaar voor wat we daarmee doen. Dus op een gegeven moment zijn we mensen gaan betalen, ongeveer een kwartje per kilo, om ze bij ons aan te leveren. Dus die mensen die krijgen een kwartje per kilo? Ja.
Ja. Oh, dat is mooi. En dan komen ze bij ons. Dan worden ze schoongemaakt en dan worden ze gladgeschuurd. Ja. Dan zijn ze zoals dit, want ze komen veel viezer binnen. Ja, tuurlijk. En ja. Zijn echt, die zijn helemaal onder de muk zitten ze. Ja. Nou, zijn ze helemaal schoon. Ja. En dan lijmen wij ze tegen elkaar aan en dan gaan we er beeldjes van maken. Van klein tot groot. Okay. En ik heb hier bijvoorbeeld een olifantje. Wat mooi zeg. En je ziet hier allemaal laagjes in zitten. Ja, ja. En dat zijn elke keer een laagje teenslipper. Elke keer is één zo'n laagje een laagje teenslipper. Ja, dus we hebben ongeveer 7 à 8 teenslippers nodig voor zo'n beestje. Ja. Die gaan tegen elkaar aan. Kijk, zo zit ongeveer een teenslipper erin. Snijdt iemand dat met de hand helemaal uit tot een olifant. Goh. En dit zijn dan de wat kleinere. Ja, leuk. We hebben ze ook nog kleiner, zo'n schildpadje bijvoorbeeld. Maar ook een heel stuk groter, zoals die giraf. Ja, prachtig. Dit is wel een heel mooi voorbeeld. En brengen jullie dan naar speelgoedzaken? Of, het wordt verkocht via onze webshop. Okay. En mensen uit Boxen en zo, die komen vaak ook even gewoon langs. Maar ook heel veel voor bedrijven. Okay. Dat soort giraffen maken we dan. En die komen dan in de lobby staan als inspirerende, begrijpelijke kunst. Ja, ja. He, als mensen binnenkomen en een schilderij is vaak zo abstract. Dan zegt iemand, ik vind het mooi of niet mooi. Ja. Bij dit... Ja. Mensen zijn over het algemeen al heel erg vrolijk en enthousiast van, wow, leuke kleuren. Prachtig, ja, en als je dan dat verhaal vertelt van plastic upcycling, plastic van de stranden afhalen, ja, dat begrijpt iedereen. Dat snapt iedereen. Hey, dan wil ik natuurlijk wel weten, hoeveel teenslippers zitten hierin? Ongeveer zo'n 600. 600? Oh, dat is echt al heel erg veel. Ja. Leuk joh, ik vind het echt helemaal geweldig. Er zou veel meer reclame over gemaakt moeten worden, want dit is natuurlijk fantastisch. Jullie doen mee aan het zuiveren van de wereld, hè? Stranden, ja. Oceanen. Ja. En wat dat betreft denk ik bij mezelf, dit zou heel groot bekendgemaakt moeten worden. Ik vind het prachtig. Ja, nou, we vinden het hartstikke leuk. Frans, dan mooi om de aflevering te eindigen met zo'n bedrijf. Ja, geweldig man. Dit is echt helemaal top, joh. Ik zag echt mijn ogen uit te kijken. Mijn oren stonden ook helemaal open. Ja, zo ja. Mooi. Dus dat ze van zwerfafval maken zij fantastisch mooie producten. Ja, en wat heb je meegenomen? Ik heb een helpaardje meegenomen. Kijk eens, een mooi, lieflijk ding. Zo, echt, kijk eens hier. Fantastisch, hè. Nou, hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Ja. Met een nijlpaardje sluiten we af. Bedankt voor het kijken. Ja. En niet zomaar maar iets weggooien op de grond. Hè? Niet meer doen. Denk erom. Tot kijken, tot de volgende keer. Een 100 meter staan 5, 6 afvalbakken. Ja.